Deze keer zijn we in Mariaheide. En we beginnen met Wilma van de dorpsraad. Daarna krijg ik pedelles van Hanneke. En we gaan naar Marielle. Zij maakt kunst van afvalproducten. Ik ben heel benieuwd. Hoi. Goedemorgen. Hoi. Alice. Ja, Wilma. Waar zijn we hier, Wilma? We zijn hier, we zijn hier eigenlijk in het koetshuis. Ik was iets aan het opzoeken even. Oké. Ja. Ja, ik zie hier al een mooie foto. Ja, dat boek dat beschrijft de eerste 100 jaar geschiedenis van Mariaheide. En de parochie bestaat al 113 jaar. Nou, ik ben heel benieuwd waar je wil laten zien. Dus ik loop voor, zou ik zeggen. Ja, dan gaan we even naar buiten. En vanuit deze tuin kijken we eigenlijk gelijk ook op 3 van onze rijksmonumenten. Ja. De kerk, 113 jaar oud, pastorie. En het koetshuis. Deze tuin is toen destijds ook aangelegd. De bomen zijn ook meer dan 100 jaar oud. Dus allemaal heel mooi. De brug is ook toen gemaakt, maar die is onlangs gerenoveerd. Omdat die niet sterk genoeg meer was. Oké, dan hadden we niet meer op kunnen staan anders. Nee. Zit er mooi uit. Nou, lopen we even naar voren, want daar had ik nog genoeg over te vertellen, denk ik. En dan zien we van hieruit zien we eigenlijk alle andere gebouwen die destijds door Van Haren zijn gebouwd. De jongensschool met het schoolmeestershuis heeft nu ook een andere bestemming gekregen. Dit is een ontmoetingscentrum. En het klooster wat we daar in de verte zien met de meisjesschool. En het klooster is nu een geriatrisch centrum. Heeft ook een nieuwe bestemming gekregen. En nou zien we zitten dan weer aan die weg. Maar vroeger noemden ze dit de Dodenweg, toch? Maar je zou zeggen dat het nou minder druk is, maar dat valt toch tegen. Ja, het is nou inderdaad wat rustiger sinds 2003 dat de snelweg teruggekomen is. Maar is het ook ontlast na 2003? Het blijft als een rode draad door de geschiedenis van Mariaheide lopen. Want nu zie je nog heel veel sluipverkeer. Er wordt te hard gereden. De fietsers voelen zich niet veilig. Dat is een heel belangrijk punt. De fietsers gaan of in de mollengoot rijden of de voetpaden. En dat is ook natuurlijk weer niet de bedoeling. Nou, ik ben nou benieuwd naar leuke dingen van Maria. Zullen we daar eens gaan kijken, hè? Ja. Lopen we maar verder. Ja, en dan zijn we hier in de natuurspeeltuin. En die is een paar jaar geleden aangelegd. En die ligt eigenlijk aan de rand van het dorp. En gelijk van hieruit zien we ook op de achtergrond een evenemententerrein waar een paar keer per jaar iets georganiseerd wordt. Het bouwdorp wordt daar gehouden. Een rockconcert wordt daar gehouden, door de buurt georganiseerd. Ja, want hoe is het wonen in Maria? Ja, heel prettig lijkt mij. Het is een klein dorp met een hele groene omgeving. Want er zijn ook heel veel, jullie zijn ook flink aan het bouwen nou. Ja, op dit moment komen er heel veel nieuwe bewoners bij. En mensen wonen ook graag in Mariaheide. Binnen 10 minuten zit je in Veghel, binnen 10 minuten zit je in Uden. Het ligt vlakbij 2 grote kernen. En dat is denk ik voor heel veel mensen het aantrekkelijke van het wonen in Mariaheide. En nou las ik, als je hier nu komt wonen, dat doen jullie voor nieuwe bewoners, doen jullie ook altijd? Ja, om de 2 jaar bieden wij als dorpsraad en kerngroep van de parochie samen een middag aan, een welkomstmiddag voor nieuwe inwoners. En dan nemen we ze mee door het dorp, we laten het een en ander zien, we geven ze wat cadeautjes mee en zo laten we ze weten dat ze welkom zijn in ons dorp. Ja. Nou, als jij net over die waterwinning, dan wil ik eigenlijk wel eens gaan kijken. Zullen we dan naartoe wandelen? Ja, dan doen we dat. Het is wel een heel erg mooi natuurgebied, Wilma. Dit is eigenlijk zeg maar de achtertuin van Mariaheide, het waterwindgebied. En dan zijn we hier exact in het Blankenskerkhof. Van oudsher is dat een 150 jaar oud kerkhof, wat vroeger bestemd was voor slechte mensen, zoals het gezegd werd. En wat zijn slechte mensen? Ja, dat konden mensen zijn waarvan ze niet wisten of dat ze wel gedoopt waren. Mensen die misdaad gepleegd hadden, maar ook vooral mensen die zelfmoord gepleegd hadden of niet gedoopt waren. Dus dat, maar er ligt ook niks bij, dus mensen wisten ook niet, kreeg je geen graf of geen steen? Ja, dat is toen misschien wel zo geweest, maar daar is niks van over. Wat je nu nog herkent, dat is de glooiing in het landschap. En de oude beukenbomen, waarschijnlijk is het vroeger een heg geweest. Ja, eigenlijk dus mensen die naar Mariaheide wilden komen om te fietsen en te wandelen, moeten eigenlijk toch hier even gaan kijken. We moeten hier ook even langs fietsen of langs wandelen. En alleen al de rust is gewoon geweldig. Wilma, dankjewel voor de uitleg. Ja, graag gedaan. Wij gaan nou naar Hanneke, die gaat ons uitleggen wat padel is. Ja,
Dus ik ben heel erg benieuwd. Ja, heel veel succes ermee. Heel erg interessant ook. Groetjes. Ja, hou doei. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag. Volgens mij ben je Hanneke. Ja, dat ben ik. Hallo. Hoi, Alice. Welkom. Ja, het lijkt op tennis, maar dat is het niet. Hè? Nee, het lijkt er inderdaad heel veel op. Het is een combinatie van tennis en squash. Zoals je ziet, die bal die blijft binnen een kooi met een afmeting van 20 bij 10. En je mag de wand erbij gebruiken, de glaswand, het aluminium. Dus het lijkt een beetje op squashen? Ja. Ja, het is squash omdat je de wanden hebt, maar ook weer tennis. Omdat je een net hebt en je speelt het 2-2. En de tennisstelling. En nou ben jij zelf Nederlands kampioen tennis geweest. Ja, dat klopt. En toch nou ook dit paddel erbij. Ja, een nieuwe uitdaging. Ik denk dat het wel echt gaat aanslaan. Want het is een hele toegankelijke sport. Het is niet zo moeilijk als tennis. Dus iedereen die... Ja, eigenlijk op de padelbaan staat, die kan een mooie rally slaan. Dus ik daag je eigenlijk graag uit. Ik ben wel niet zo heel balgevoelig, maar oké. Okay. Dat komt goed. Het spel gaat iets sneller, omdat je toch binnen een kooi zit. Dus je hebt al wat sneller weer de bal gepakt. En de wedstrijden zijn daardoor wat korter. Maar verder is het hetzelfde. Dus het racket? Ja, het is, ziet er wat anders uit dan het tennisracket. Het is een stukje korter. Er zitten gaatjes in, zodat de lucht er doorheen kan komen. En het is wat makkelijker, omdat je dus heel dicht het handvat bij je raakvlak hebt. Dan noemen we dit het wiekoortje. Althans, met de kinderen hebben we dit bedacht. Die moet je er doorheen. Dan mocht je je racket per ongeluk een keer loslaten, dan sla je vliegt je wel... Vliegt niet tegen het glas? Nee, of tegen je maatje. Dus, Nou ben ik wel heel, heb ik niet zo goed balgevoel, maar dit moet dan toch wel lukken? Dat gaat jou lukken. Ja, en de bal die is bijna vergelijkbaar met de tennisbal. Dus, Ja, moet ik het doen? Ja. En Bellen, doe jij mij helpen? Want ik ben er echt niet goed in, hè? Ja. Oké. Okay. En zo? Ja, begin maar eens eventjes zo. Oké. Okay. Bellen, jij moet kijken. Ja? Zo stak goed? Ja. Oké, okay, komt-ie. Oeh! Of dit gaat lukken, dat weet ik niet, maar komt-ie. Tijd. Tijd. Dat is blooper 1. Oh, jammer. Komt-ie bellen? Netjes. Daar zijn ze. Stijt. Ja, hey, perfect. Ik heb raak. Helemaal goed. Hier. Ja. Rustig bellen. Ja, prima. Ja, stijt. Heel goed. Ja. Pas je naar achteren. Hanneke, ik vind het wel inderdaad een hele leuke sport. Het valt me niet tegen. Ja, je deed het hartstikke goed. Toch. Voor de eerste keer zo, hè? En als nou mensen die kijken die denken, dat wil ik ook, kunnen ze ook een keer een proefles komen nemen? Ja, we hebben genoeg proeflessen om een keer kennis te maken of een zomerabonnement. Hè, want zoals je al zag, het is heel toegankelijk. Dus met een paar keer slaan kan je echt al het eerste wedstrijdje spelen. Nou, ik geef het racket terug. Hanneke, dank je wel voor de uitleg. Graag gedaan. Ik wens jullie heel veel succes. Ik zie jullie kampioenschap nog wel eens op de televisie. En wij gaan nou naar Sundkunst. Heel veel plezier daar zo. Dankjewel. Ja. Hey, groetjes. Doeg. Houdoe. Hier zijn we bij Marielle. En daar ben ik heel benieuwd naar. Want zij maakt kunst van dingen die mensen weggooien. Hey. Hallo. Hi. Alice. Welkom. Hi, binnen. Marielle. Ik ben heel benieuwd. Ja. Want jij maakt eigenlijk kunst, hoorde ik, van spullen waar mensen weggooien. Het begon eigenlijk met onze eigen tuin. Onze trampoline was kapot. En ik denk, dat is eigenlijk jammer om weg te gooien. Daar moet ik een keer eens van maken. En toen kwam op een gegeven moment Fabriek Magnifique. En daar wilde ik aan meedoen. Ik wilde die silo, een installatie maken in de silo. En daar groeide tot een soort project uit. En er waren nog meer mensen met kapotte trampolinedoeken. Dus die mocht ik ook hebben. Dit is dus eigenlijk gebaseerd wel op het vinden van afval langs de weg. Eigenlijk die paarse dingetjes, dat zijn eigenlijk van blikjes, of niet? Ja, dat zijn bovenkanten van blikjes, dat zie je ook. En soms zijn ze uitvergroot en soms wat kleiner. En gekeken net zolang tot ik heel veel verschillende soorten vormen had. Om daar weer een soort van, het lijkt eigenlijk inderdaad op een kleed. Maar ik heb het eigenlijk
toen in de silo als een hangend object. Dan kon je er zo onder tegenaan kijken. Oh, dat is wel heel gaaf zijn. Ja. Oh, dus dat is een screen voor het zonlicht. Ja, zonnescreens zijn dit. En een vriendin van mij werkte op het atrium en die werden vervangen. En die gingen allemaal de container in. En of ik er iets mee kon doen. Ja, nou. Het hoort dus bij dit project. En dan hangen ze hier buiten als er een regenbuitje op komt? Dat kan. Ze kunnen gewoon, ze zijn weersbestendig. En we hebben nog meer wat je eigenlijk allemaal maakt. Nou, van het ene project van die blikjes ging het over het afval wat dus de flesjes langs de weg. Dat is eigenlijk dat screen wat daar hangt. En de flesjes die in het gras liggen? Ja. En eigenlijk overwoekert altijd het glas, het gras weer. De natuur overwint natuurlijk altijd. Maar mensen hebben op een gegeven moment niet meer in de gaten dat er allemaal zoveel afval in de berm ligt. Hè? Dus het is eigenlijk jammer, want mensen zijn voor blind. En hebben het gewoon, die zien het gewoon niet meer liggen. En ik kan er mezelf wat een beetje boos om maken. Dat het gewoon toch zomaar uit het raam gegooid wordt van auto's of fietsers. En ja, wie gaat het opruimen? Hè? Ja, niemand. Alles is eigenlijk goed geregeld hier in Nederland. Je kunt alles gewoon netjes inleveren. Dus dit is van het plastic waar je allemaal... Ja, we hadden van gemaakt eigenlijk. Ik, als boodschap... Ja, ook over het afval ging dat dan. En ook over het, de plastic soep in de zee verdwijnt. En uiteindelijk dus dat er ook weer in ons voedsel terechtkomt. De vis die gevangen wordt, die heeft dus plastic op. En, ja. Ja. En die bakken wij weer in de pan. Het is eigenlijk jammer dat alles zo erg overdreven verpakt wordt. Want als je één keer kookt, dan zie je al de boontjes. En alles zit verpakt in plastic. Ja, je hebt die zak van plastic heb je zo vol, hè. Dus, en dan zie ik daar, dat vind ik ook wel, dat ziet er echt wel heel mooi uit. Dat zijn flesjes. Ja, dat zijn bierflessen. Ja, want waar heb je die flesjes van? Ja, die komen dus van Rock am Ring over vorig jaar, schoongemaakt. En toen de etiketten was toch de grootste uitdaging, want er zaten er echt heel vast op. Over een gaatjes in gemaakt en hier eigenlijk ook weer vijf lampen van gemaakt. En doe jij alleen met plastic en kunst of heb je ook nog andere dingen? Workshops en ik maak bruidsaankledingen en rouwwerk. En verwerk je daar ook de kunst in die je maakt? Ja, daar heb ik inderdaad, ben ik er nou wel een beetje aan het vermengen met elkaar. En dan zei je dat je binnen ook iets aan hangen, dus daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Naartoe, dat is goed. Ja. Nou, hier heb ik dus, ben ik aan het verzamelen voor de volgende expositie. Ben nou bezig met een nieuwe techniek. Dat is acrylverf, maar dan gebruik ik eigenlijk spuitzakken en verschillende kleuren, verf. En die lagen moeten heel lang drogen. En de achtergrond waar je het op maakt? Ja, dat is een zwart karton. En dus wel iets wat ook afval is. Ja, wat ik zei. Ja. Dus toch zit het er weer in. En mensen kunnen dit ook kopen? Ja, dit is te koop. Ja, er zijn er al verschillende van weg. Dus ik zie hier wel een hele enthousiaste... Ja, ik vind ik jou kunstenaar met alles, met bloemen en met... Creatief gewoon. Ja, en waar je dan inderdaad van afval, hè, zoals als die doeken kunt maken, dat dat toch schitterend is en toch weer hergebruikt wordt. Ja, dat probeer ik. Nou, ik vind dat je keigoed bezig bent. Ik wil jou hartelijk bedanken en heel veel succes wensen. Ja, fijn. Hey, groetjes. Doei, hè. Houdoe. Nou, ik had er echt honger... Oh, mijn frietje breekt af. Nee, ik heb er echt honger van gekregen. Ik hoor. Maar ik vond het weer erg leuk in Maria Heide. Ja, lange dag, maar was superleuk. En ik heb nou weer zin in de volgende keer, alle 13-1. Ik zou zeggen, smakelijk. Ja, smakelijk.